Daily Minutes 1519 met een uitzending van vandaag, 11 januari 2019. Dit is het bulletin van vrijdag. Nou, ik ben niet zo super goed bij stem en alles moet in één keer goed, dus dat wordt nog een hele uitdaging. Gisteren viel er een uitzending uit. Ik voel me nog steeds een beetje wiebelig, maar vandaag doe ik het rustig aan. Tenminste, dat hoop ik. Vandaag heb ik als data één foto in SSTV, PD290, een grote. Er springt vandaag maar één nieuwsitem echt in het oog. Dat is de aankondiging van KPN dat meerdere internetbedrijven die nu zelfstandig onder de paraplu van KPN opereren, ophouden te bestaan en ingelijfd zullen worden bij KPN. Ik begin dit item met een aantal nieuwsfeiten. Het betreft echter voor een deel een opiniestuk. En zoals gebruikelijk mag je bij een opiniestuk als journalist je mening geven. Dat is zelfs de bedoeling van een opinierend persverhaal. De aankondiging door KPN dat er niets verandert, stelt eigenlijk niet bepaald gerust. In het verleden is KPN dit soort afspraken regelmatig niet nagekomen. Het is in elk geval fijn dat er zo ongelooflijk goed gereageerd wordt op de petitie die als protest tegen het verdwijnen van de naam is opgezet. Verder is er op de site van Access for All zelf een weblog en vrij letterlijk iedereen van de vele reageerders daar is boos over het besluit. Verder geeft ook vrijwel iedereen aan om te vertrekken zodra de eerste correspondentie met de naam KPN erop verschijnt. Ik ben het zelf heel beslist ook van plan. Het dreigt dus een einde te komen aan een van de meest bijzondere internetproviders van ons land. Access for All was de derde provider van Nederland, maar ze waren tegelijk de eerste die op grote schaal internetaccounts aan particulieren leverden. De twee ISP's die nog vroeger waren, dat waren NLNet en Surfnet. Access for All werd in 1993 opgezet door Felipe Rodriguez, Rob Gongrijp, Paul Jongsma en Cor Bosman. Het viermanschap was in zijn geheel afkomstig van de stichting Hectic. Ikzelf zag de introductie van de internetprovider die in eerste instantie onder de naam Hectic opereerde op de HCC-dagen in Utrecht. Ik weet niet meer zeker, maar ik denk dat ik direct daar op die plek een account genomen heb. Volgens Access for All zelf behoor ik tot de eerste 300 mensen die een account bij ze nam. Het was slechts een paar maanden nadat ik zelfstandig ondernemer geworden ben. In eerste instantie zag ik het echter hoofdzakelijk als hobbyactiviteit. Ik heb het hebben van een mailadres bijvoorbeeld ook niet op mijn correspondentie vermeld en ik heb de kosten voor het internetaccount de eerste jaren ook niet als aftrekpost voor mijn bedrijf opgevoerd. Access for All is altijd haar activistische koers blijven volgen, ook nadat het in december 1998 door aartsvijand KPN werd overgenomen. Het bedrijf heeft een rol gespeeld bij het station B92 tijdens de Joegoslavië-oorlog, bij het verspreiden van het Duitse magazine Radicaal dat in Duitsland verboden was bij een proces tegen Scientology, meerdere processen en bij de Arabische Lente in Egypte en in Libië. Access for All draagt daarnaast op grote schaal bij aan gratis open source initiatieven, zoals de programmeertaal Python, veel gebruikt op de Raspberry Pi, het programma Squirrelmail, een mailprogramma, voor online mail en de internetdistributie Debian. En het sponsort verschillende organisaties voor vrij internetverkeer. Ook de infrastructuur voor D-Star in Nederland draait in zijn geheel op de servers van Access for All, net als bijvoorbeeld een deel van Hamnet. Het is nog onduidelijk wat er onder de naam KPN daar nog van zal overblijven. Het ziet er in elk geval niet goed uit, ook als je naar gevallen uit het verleden kijkt. Voor mij is bekend dat ik vrij fel gekant ben tegen commerciële sociale media. Zo ben ik ook tegen heel grote bedrijven die een hoop andere bedrijven opslokken en de klanten, CQ-abonnees, proberen eenheidsworst te verkopen door de klanten in hun keuzevrijheid te beperken. Dit is wat KPN onder andere doet. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Jarenlang had ik een tweede vaste internetaansluiting als reserve. Het is wel eens voorgekomen in het verleden dat ik een heel goed artikel gemaakt had waar ik lang aan gewerkt had. Vervolgens viel op een strategisch moment mijn internetverbinding weg en ik kon de tekst en de foto's daardoor niet meer op tijd versturen. En het artikel was niet houdbaar. Schade €700. Internet valt eigenlijk nooit uit, maar als het gebeurt is het doorgaans op een moment dat de schade zo groot mogelijk is, volgens de wet van Murphy. Enfin, mijn tweede aansluiting was te duur geworden, maar er waren goedkopere alternatieven. Voordat ik overschakelde wilde ik echter weten of ik wel toegang had tot alle poorten van die internetaansluiting die ik wilde. Vervolgens bleken zowat alle kleinere bedrijven die nog onder eigen naam internet aanboden inmiddels door KPN te zijn overgenomen. KPN zette die bedrijven vervolgens onder druk om zoveel mogelijk alle poorten dicht te zetten en niet meer voor klanten beschikbaar te maken.
De consequenties hiervan zijn vrij groot. Mijn weathercam die ik hier op een kruispunt heb staan, kan ik dan niet meer via internet doorgeven. De stream van DMR-LI ook niet. En ook mijn analoge repeater en die voor D-Star kunnen niet meer functioneren zonder vrije toegang tot de poorten. Grote bedrijven vinden die kleinere groep klanten met hun aparte wensen maar lastpakken. Bijvoorbeeld is het lastiger om gegevens over je klanten te verzamelen als ze allemaal op verschillende platforms zitten. Nog afgezien van het feit dat het nou juist ook dat heel lastige access for all is die de privacy hoog in het vaandel heeft. Het zal niet de hoofdreden zijn dat dit nu gebeurt, maar het zal wel zeker meespelen. Het denken bij dit soort grote bedrijven over klanten is vaak dat men klanten soms als eigendom ziet. Men spreekt in dat opzicht op directieniveau vaak in militaire termen en er wordt ook gesproken van stelen als een concurrent bijvoorbeeld door betere service klanten van het bedrijf weet los te maken. Het lijkt er een beetje op dat we van de grote bedrijven geen individuen mogen zijn. Access for All doet het commercieel doorgaans beter dan KPN. Dat kan dus ook geen reden zijn om het bedrijf als aparte entiteit te stoppen. KPN zou in dat opzicht beter onderdeel van Access for All kunnen worden, hoewel ik ook dat een onaangename gedachte vind. Ik heb zelf eigenlijk vanaf het begin een zwak gehad voor het bedrijf, voor Access for All bedoel ik. Hoewel ik nooit een hacker ben geweest, was ik al meerdere jaren abonnee op het blad Hectic toen de internetprovider begon. Ik mailde in die tijd via Fidonet, waarbij de data 's nachts van de ene node naar de andere werd doorgestuurd met telefoonmodems en berichten van buiten je eigen regio en meestal 24 uur over deden om hun bestemming te bereiken. Ik heb als journalist zeker 7 grote artikelen over de provider geschreven en ik ben meerdere keren in hun vroegere bedrijfspanden geweest. Ik heb het bedrijf steeds gevolgd bij wat ze deden. Ik deed het overigens bij meer internetbedrijven uit het allereerste begin, alleen verdwenen er daar steeds meer van totdat alleen Access for All nog over was. Ik ben best aangeslagen, boos eigenlijk ook door dit alles. Hebben dat soort lui nou nergens respect voor, zo zoemt het door mijn hoofd. Onwillekeurig doemt het beeld bij mij op van de Taliban die in Afghanistan eeuwenoud cultuurgoed liep op te blazen. Van een heel andere orde natuurlijk, maar toch ook weer niet. Er wordt moedwillig iets kapot gemaakt dat voor redelijk wat mensen grote waarde heeft. Het voelt voor mij eigenlijk hetzelfde. Laten we hopen dat dit tij voor de naam en de service van Access for All nog te keren is. In elk geval gaat het niet in stilte voorbij, daar ben ik blij om. Ik heb daarnet nog even gekeken, de petitie bij Access for All moet blijven is inmiddels nu op vrijdagmiddag laat ruim 15.500 mensen ondertekend, terwijl de initiatiefnemers oorspronkelijk uitgingen van enkele honderden belangstellenden. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
En microfoon naar retour.